from the weather. Yeah, you love the weather in Holland. Yes. The scenery is beautiful. It's an amazing building. It's the mix of modern with historical buildings, and the tradition of the brewing here is just really interesting. The people we've come across so far are very friendly. Okay. Inmiddels is iedereen klaar voor de fietstoer. Ze staan hier allemaal achter mij klaar. Al een beetje aangeschoten, denk ik. De eerste La Trappe biertjes zijn geproefd, gekeurd. Ze zijn enthousiast over Tilburg en over deze hele mooie Abdij, de Koningshoeve. Met Visit Brabant is deze internationale tour ook georganiseerd. Het gaat ook over een stukje milieubewustzijn. Dat vind ik heel mooi. Ik heb tijdens ook het verhaal, de tour in de brouwerij, ook gezien hoe milieubewust zij hier produceren. Vond ik heel mooi om te zien. En het water wordt uit de eigen bron gehaald. Er is zelfs een biologisch puur biertje. Een van de bierbloggers heeft hem ook geprobeerd. En die was ook erg enthousiast over, want het is een heel licht biertje. Het is ook vrij origineel wat ze dus hier kunnen verkrijgen. Ik heb me ook gehoord dat La Trappe dus moeilijk te verkrijgen is. Dus ze vinden het heel erg leuk dat ze het hier kunnen proberen. En volgens mij gaan we op pad. Dus ik ga snel even mijn fiets pakken en ik fiets nog even blogging een stukje mee. 2007. Yes. And I live in Edinburgh in Scotland. What is your blog? What is the... It's called The Beercast. Oh, The Beercast. Yeah. I don't know, but and keep that in mind. I've never been here on a bike before. This is the first. Yeah, it's quite a bit scary, right? Yeah, I haven't ridden a bike for 10 years. So. Oh, wow. If I don't have to stop, I think I'll be okay. I think I just leave him alone a bit cycling. That's good. And, I don't mind. Okay, so then I can ask you, what did you like today about the... about the Abdij de Koningshoeve, the Abbey Tour. It's just nice, you get a sense of where these beers are made when you buy them in a shop or a supermarket. Yes. You don't really appreciate what goes into them. Yes. So to see where it's made is always amazing. Kind of a shame we didn't get to see any monks, but I know they're busy. Yeah, you like the story as well about the monks, right? Of course, of course. It's a beautiful story. I've been to Belgium, but it's my first time to a Trappist brewery, so... Yes. It's really good. It's just like how I imagined it would be. Okay, terwijl de bierbloggers doorfietsen naar de volgende locatie, fiets ik lekker terug naar de stad, door een stukje Tilburgse natuur. Ik vond het een superleuk evenement om bij te wonen en... wat ik vooral heel leuk vond, is dat er vrouwelijke bloggers zijn die zo gepassioneerd zijn over bier. De hele wereld dus overreizen om de beste biertjes te proeven. Waarbij ze ook nog eens aangaven dat het echt een best wel een unicum is dat ze La Trappe bier kunnen proeven. Want het is nogal lastig te verkrijgen in de wereld. De mannelijke bierbloggers, de meeste hadden eigenlijk wel een kater. Zo kun je het wel zeggen. En ze zagen een beetje op tegen het fietsen. Dus ik moest er ook wel om lachen. Dit stukje Tilburgse natuur ga ik nu eventjes langs fietsen. Oh ja, wat ik ook nog eventjes wilde delen is het verhaal van de monniken in Tilburg. Was ik toch wel door geraakt, want je kunt hier dus helemaal in retret. Mocht je een keer helemaal tot rust willen komen, zij maken je weer helemaal zen. Die monniken zijn eigenlijk hartstikke hip. Ik wist niet dat daar zo'n mooi verhaal dus achter zit. En ik kan alleen maar adviseren om hier gewoon een keertje naartoe te gaan. Je krijgt ook nog een hele mooie video te zien. Tour, een lekkere lunch. Je kunt lekker in het zonnetje zitten als we geluk hebben. Nou, wij hadden echt een prachtige dag. En daarvoor zou ik zeggen, geniet ook vandaag van de zon. Mocht jij lekker in het zonnetje zitten. En van de laatste vakantiedagen. Ik ben alleen één ding vergeten te zeggen tegen alle bierbloggers en vloggers van over de hele wereld. En dat is natuurlijk cheers mate and have an amazing day. Hele fijne dag. Doei! Tot de volgende vlog.